Neemt u me niet kwalijk. Wou u hier naar binnen gaan? Ja, ik stond me eerlijk gezegd net af te vragen of ik tijd had voor een kopje koffie. Wat vraagt u dat? Nou, ik heb een vraag. Een verzoek. Ja? Het is te gek. Neemt u me niet kwalijk, laat u maar. Ja, maar u wou iets vragen? Ja, nee, maar ik had u niet aan moeten spreken. U hebt het al gedaan. U had een verzoek. Ja. Ik ben van plan om over 14 dagen te trouwen. Ja, alvast gefeliciteerd. Nou, feliciteert u mij maar niet. Mijn vriend zit hier in het café en ik ben bang met een andere vrouw. Oh, u weet dat niet zeker? Nee. Nou, ga even kijken. Nee, dat durf ik niet. Oh, en waarom niet? Nou, ik ben bang om gezien te worden. Oh, en toch wil u het graag weten? Ja. Ah. Ik begrijp het. U wil denk ik weten en vragen aan mij of ik even wil gaan kijken. Ja, ik zie nu wel in dat te veel gevraagd is. Maar afgezien van alles, ik ken u aanstaande helemaal niet. Oh, dit is hem. Oh. U neemt aan dat ik hem nou wel gelijk zal herkennen? Ja, ik zie nu wel dat te veel gevraagd is. Nee, wacht even. De manier waarop u op uw doel afgaat... Uw vastberadenheid vind ik eigenlijk prima. Laat me zien. Oh, maar ze is nog heel aardig, hè? Hij is ook heel aardig. Dus ja, vol levenslust, open, ontvankelijk. Ja. En u zou natuurlijk graag willen weten hoe ontvankelijk voor andere vrouwelijk scholen. Ja, precies. Ja. En u wilt er zeker van zijn, omdat u met deze man over... 14 dagen getrouwd. Ja. Ja. Nou, ik vind het heel begrijpelijk. En ik zal even gaan kijken wat hij daar binnen uitspannen. Oh, waar vind ik u straks? Vindt u het goed dat ik op de brug op u wacht? Ja. Tot straks. Tot straks. Doe er maar een broodje bij. Misschien zin. Ik geloof dat ik hem zie daar. Ja hoor, hij heeft hem bij zich. Ja, dat is hem. Heel duidelijk op de verheugen. Hij is flink op de toer. En hij verstaat de kunst aardig zo te zien. Nog beter dan ik in mijn beste tijd. Die arme meid. Ja, ik kan haar niet veel goed vertellen. Voorzichtig aanpakken, maar. Zo. Daar ben ik.
Niet te lang gewacht? Nee. Heeft u hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Hij was niet alleen. Hij was met een vrouw? Ja, hij was met een vrouw. Nou, zijn moeder was het zeker niet, dat is duidelijk. Het was een jonge vrouw en ja, je hebt ze lelijker. Hoe gedroeg hij zich? Hoe hij zich gedroeg? Ja, daar valt er het een en ander uit op te maken. Ja, nou, hij gedroeg zich niet onhoffelijk. En hij gaf blijk van zekere betrokkenheid. Betrokkenheid? Ja. Ja, maar er kan een hele voor de hand liggende reden voor zijn. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld, kijk, hij weet natuurlijk ook dat hij over 14 dagen gaat trouwen. En dit beeldschone jonge meisje was misschien een vroegere vriendin van hem. En die moet hem nou gaan vertellen dat hij gaat trouwen. En dat hun situatie tussen hun tweeën dus binnenkort zal veranderen. En het ging hier dus misschien om een afscheid. Een afscheid? Ja. Ja, ik ben er eigenlijk zeker van, ja. En kijk, en als een man afscheid neemt van een vroegere vriendin, dan doet hij er goed aan om blijk te geven van grote genegenheid. Dus hij gaat blijk van een grote genegenheid? Ja, maar dat pleit misschien, dat pleit voor hem, voor zijn intelligentie en voor zijn koelbloedigheid. Ja, ja, dat is hij. Intelligent is hij. Koelbloedig ook. Dank u wel. U heeft me geweldig geholpen. Ik voel nou pas dat ik honger heb. Gek. Nee, dat is niet gek. Kijk, opwinding verdrijft honger. En als de opwinding over is, dan komt de honger terug. Zo eenvoudig is het verhaal. Nou ja, ik moet in ieder geval iets eten. Oh. Maar ik heb geen zin om alleen te gaan. Heeft u zin om met mij mee te gaan? Oh. Ja, graag. Ja, prima. Nee, ik weet nou eigenlijk nog niet waar ik de moed vandaan haalde om u aan te spreken. Vond u het niet raar? Moest even wennen. U zag het aan mijn gezicht, denk ik. Ja, het was om door de grond te zinken. Maar u moet goed begrijpen dat het huwelijk voor mij heel erg belangrijk is. Bent u getrouwd? Geweest. 2 maal. Dus het is wel een onderwerp waar ik over mee kan praten. 2 maal? Ja, u zegt het op een manier dat ik me schuldig voel. Oh, neemt u me niet kwalijk, zo was het niet bedoeld. Hmm. Nou, mijn vrouw, beide vrouwen, hebben mij teleurgesteld. En ja, ik heb natuurlijk ook zeker van mijn kant mijn beide vrouwen teleurgesteld. Het was sprake van wederzijdse teleurstellingen. Van ontnuchtering. Alles wat we ons hadden voorgesteld bleek een droom te zijn. En, ja, die dromen komen niet uit. Komen niet uit? Oh, maar dat zie ik heel anders. Hoe anders? Nou, het huwelijk is een droom. Of nee, ik moet het anders zeggen. Je moet het je als een droom voorstellen. Als iets ongelooflijk waardevols. Iets volmaakt. Iets dat misschien tot nu toe niet bestond. Iets heel unieks. Ja. Zet het maar gelijk uit uw. Spijt. Er is niks unieks aan een huwelijk. Helemaal niks. Het is gewoon een samengaan tussen 2 mensen die ook helemaal niet door het lot worden samengebracht. Die komen elkaar gewoon toevallig tegen en die denken dan dat een bepaalde fysieke aantrekkingskracht genoeg is om daar de rest van je leven mee verder te kunnen. Goede genade, denkt u zo? Ja, dat is mijn ervaring. Oh, maar dan bent u toen helemaal verkeerd begonnen. U bent toen niet van die droom uitgegaan. Toch wel. Die had ik, maar dromen zijn illusies, ook uw droom is een illusie. Maar u weet het in uw hart best. Waarom moet u anders uw vriend tot in het café achtervolgen met uw wantrouwen? Oh nee, u begrijpt het helemaal verkeerd. De droom dat het huwelijk iets unieks is, iets volmaakt, die moet je alle 2 hebben. En ik vroeg u om mij te helpen
Omdat ik er zeker van wilde zijn of hij hem ook heeft. Het heeft dus helemaal niets te maken met jaloezie. Ik dacht dat u dat toch wel begrepen had. U heeft me geweldig geholpen. En mijn excuses voor de rare manier waarop ik u lastig viel. Oh, zo'n last was het niet. Zeg, en mijn beste wensen voor over 14 dagen. Ja, dank u. Dag. Te laat, dat wel. Ik heb de grootste moeite gehad om het biljart vrij te houden. Zeg, is er wat? Toch geen ongeluk? Nee, een ongeluk kun je het niet noemen, maar... ja, wat ik erin heb kunnen voorkomen, dat is punt 2. Als vanavond schaar. Komt er. Ik heb een vrouw ontmoet. Zo. Tja, vrouwen hebben jou al vaker een hoop tijd gekost, hè? En wel meer dan een uur. Wat voor vrouw? Jong, leuk, heel leuk, mooi. En ze sprak mij aan op straat. Ze sprak je aan? Ja. Ze had een probleem, ze vroeg om hulp. En ja, of ik er echt geholpen heb. Dankjewel, waarschijnlijk niet. Wat voor soort probleem had ze? Oh, ze wil over 14 dagen trouwen. Oh, maar heeft ze nog geen probleem? Die krijgt ze dan pas. Oh. Nou, ja, zo kan je het ook bekijken, ja. Nou, kom, gaan we nog biljet of... Ja, daar zitten we hier voor. Vroeg die vrouw jou, hè? Ja. Ze zag natuurlijk meteen dat jij een expert bent. We hebben een heel plezierig gesprek gehad. Dus... over het huwelijk. Ja, ja, jouw beurt. Ja. Over het huwelijk. Ja. Daar maakten ze zich een heel bijzondere voorstelling van. Eens kijken. Laat hem nou even met rust. Hij zou het gesprek met het leuke vrouwtje kennelijk een beetje verslag. Ja. Ja, sorry. Ja, ze hadden zich ook de vreemdste dingen in de hoofd. Het huwelijk is een droom, zei ze. Een boze droom, bedoelde ze zeker. Nee, dat bedoelde ze zeker niet. Ze bedoelde dat heel anders. Ze bedoelde, bij het begin van het huwelijk hoort een droom. In die zin dat het huwelijk iets heel bijzonders is, iets heel waardevols, iets, ja, in zekere zin iets heel unieks. Maar dat het natuurlijk wel een droom is die je allebei moet hebben. En, ja, niet één van de twee. Nou, was jij wel de aangewezen man om uit de droom te helpen? Heb ik gedaan. Ik zei het is een illusie. Maar ze geloofde me niet. Ze zei, een heleboel mensen durven niet te bekennen dat ze die droom ook hebben. Oh, nou, daar heb ik geen last van, hè. Niemand van ons, dacht ik zo. Wat een onzin. Je hoort alleen al droom, vind ik zo afgeschaafd, een cliché. Nou ja, niet serieus. Ja, maar is dat wel zo? Wat zullen we nou hebben? Regen. Ik heb mijn jas in de auto liggen. Oh, goed idee, Joost.
even tot de auto alleen maar. Ja? Merci. Zeg tot kijken. Tot kijken. Ja. Nee hoor, dank je Joost. Ik heb geen haast. Ja. Geen haast. Ik heb geluk. Ja. Bent u alleen? Ja, ogenblikje, ik doe open. Ja. Bent u het? Ja, ik. Ik moest hier toch langs en ik denk, als het u niks uitmaakt, dan kijk ik even of u er bent. Hè? Maar alleen als ik niet stoor natuurlijk. Oh nee, u stoort niet. Oh. Komt u binnen? Ja. Bent u aan het koken? Oh ja, pas vanmorgen. Ik kook altijd wat als ik moet nadenken. Wel, bent u nog aan het nadenken? Ja, ik dacht na over... ons gesprek. Maar komt u toch verder? Ja, ja, even. Zo. Ja. Ja. Gaat u zitten? Ja. Ja. Wilt u misschien iets drinken? Oh, nee, dank u wel. Ik kom net bij vrienden vandaan en daar wordt altijd nogal pittig gedronken. Ja. Bovendien, ik wou graag mijn hersens er een beetje bij houden. Speciaal nu? Ja. Ik heb al die tijd moeten denken over de droom waar, zoals u zegt, je bij een huwelijk van uit moet gaan. U vindt dat niet? Nou, nee, je verzet je er ook tegen wat u een droom noemt, omdat het zo overdreven klinkt, hè? Iets waar geen plaats voor is in een moderne wereld. In een wereld waar vooral feiten tellen. En u heeft u nagedacht? En nu heeft u hem ook, die droom? Als ik eerlijk ben, moet ik mezelf bekennen dat ik die droom ook altijd gehad heb, altijd. En ik heb hem zelfs nog steeds. Weet u? Weet u dat ik dat wist? Ja, het kon toch niet wat ik deed? U zomaar aanspreken voor een café met zo'n verzoek. Maar toen ik u zag, toen dacht ik, die man begrijpt het. En ineens ging het vanzelf. Ik had er helemaal geen moeite mee om u aan te spreken. Oh, nee? Nee. U dacht dat ik het wel zou begrijpen? Ja, daar was ik ineens heel zeker van. Oh. Nou wil ik toch eigenlijk ook wel wat drinken. Graag. Ja. Maar moet u hersens er niet een beetje bij houden? Ja. Ik ben erg bang dat het niet meer lukt. Ja, op de een of andere manier komt dat gevoel terug van de droom van ik niet meer wist dat ik hem nog had. En het zat natuurlijk heel diep weggestopt. Maar nou komt het terug. En het is nog even sterk als lang, lang geleden. En het opwindende is ook dat ik mij er niet meer tegen verzet. Dus dan zijn er twee die dromen. Ja. Nou, u zei toch ook dat er altijd twee voor nodig zijn? Ja, omdat het een... gemeenschappelijke droom is. Ja.
Ja, ik moet nog iets rechtzetten. Rechtzetten? Ja, over uw vriend in dat café. Ja. Nou, kijk, ik kon hem eerst niet vinden, hè. Ik denk, hij moet toch ergens zijn. Dus ik zoek en ik zoek. En ineens zag ik hem. Bij de jassen. Met een vrouw in een omhelzing. In een omhelzing? En? En? Hij kuste haar. Hij kuste haar. Ja, ik ben er dus zeker van dat hij niet droomt zoals u. Nee. Daar was ik ook al bang voor. Hij is vandaag ook de hele dag nog niet geweest. Hij woont hier schuin tegenover. Ik zag zijn auto voor de deur staan. Ja. Zo. Mag ik morgen weer langskomen? Ja, natuurlijk. Kom alleen maar als jij dat graag wilt. Ik wil het graag. Pardon. Is er wat? Nee, neem me niet kwalijk. Het is eigenlijk helemaal niks. Of ja, ja, eigenlijk toch wel. Ja. Ik wil u even heel, heel hartelijk bedanken. En u ook. Weet je wat lekker is? Die Braziliaanse pers. Hebben die ook gehad? Ja, ik heb gehad. En de Griekse zaken. Smelt op de tomhoning zoet hoor. Ja, ja, nou maar je zal er van geniet. Water loopt over je hoofd. Nou, we zijn royaal. Ja, prima royaal. Hallo, 4 gulden dingen. Dank je wel. Wie volgt? Zegt het eens. Komkommertjes. Ja, daar valt van moeten voorkomen. Dat is niet eens gewoon. Ja, dan leeft ze weer. Ja, dat is ook zo. Je denkt natuurlijk aan de consequenties. Hè? Ja. Oh. Luister, denk hier een beetje over na. En dan gaan we hier de volgende keer mee door. Ja? U bent toch juf Uitenbogaard? Ja? Ja, precies. U kent mij niet meer, mijn naam is de Kruif. Job de Kruif. Maar misschien kan u zich herinneren dat u eens een Kruif in de klas hebt gehad, mijn zoon Hans. Hans de Kruif. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is een paar jaar geleden. Ja, 7 jaar alweer. Oh, ja, ja. En bij die gelegenheid hebben wij elkaar ook nog ontmoet op een schoolfeest. Oh ja? Ach, ja, ja. Ja, wij hebben zelfs al samen gedanst. Oh?
Ja, u weet dat natuurlijk niet meer, nee. Maar ik wel. Ah. Je moet het zo zien, voor mij was dat een soort hoogtepunt. Kom, kijk, ik ben geen danser. Normaal dans ik nooit. Nee, als ik de muziek al hoorde, ben ik vertrokken. Ja, ja. Maar toen, ja, ik begrijp ook niet waar ik de moed vandaan heb gehaald. Maar toen hebben wij gedanst. Ja, ja, dit is eigenlijk een soort van inleiding. Ik heb namelijk een verzoek. Iets waar ik al dagen en dagen mee rondloop. Waar u mij misschien mee zou kunnen helpen. Zullen we even een pilsje gaan drinken samen? Ik een biertje met u drinken? Ja, als u het goed vindt natuurlijk. Ik ken de straat een beetje moeilijk zeggen waar dat het over gaat. Nee, het spijt me, meneer de Kruif. Goed. Het gaat over mijn zoon Hans. En ik ben op het idee gekomen omdat hij altijd een hoge pet van u op had. Ik trouwens ook. Daarom zou ik u willen verzoeken. Zou u me even willen aanhoren? Eventjes maar een half uurtje. Hooguit één pilsje. Kaleur, mogen wij twee lekkere pilsjes van je? Doet er een borreltje bij, wilt een borreltje? Nee, dank u, geen borreltje. En als het een biertje moet zijn, dan graag een kleintje. Zie je wel, daar heb je het al. Ik vraag het u gewoon eens. Ik drink u een biertje op wat u misschien helemaal niet hebben. Nou, dat is niet belangrijk. Nee, speelt geen rol. Nou ja, voor u niet, maar voor mij wel. Want het is toch even goed. Als je een fout dit maakt, kom. Ik denk niet na, ik denk gewoon niet na. Ik flop alles er maar uit, wat me voor mijn bek komt. Kom, dat is mijn vak. Ja, u moet mij maar zien als een olifant in de porseleinwinkel, weet u wel. Zo, dank hoor. Nou, breng mij dat eigenlijk gelijk waar ik zo graag wezen. Ik zal maar even gaan zitten. Prit. Mijn zoon Hans is uiteindelijk toch in de handel gegaan. Ja, jongens, zakenman hoor. En een hele goede zakenman hoor. Bij de tijd. Oeh, hallo. Die goed kijk heb op alles wat er zo omgaat. Met banken, met balansen. Hij heeft mij eens een keer zo'n balans laten zien. Nou, je wordt er akelig van. Een onwijze hoop getallen. En dan reken je zo links en ze reken je rechts. En hoe ze het doen ze het. Ik begrijp er geen moer van. Maar er komt altijd hetzelfde uit aan beide kanten. Hé, knap, hè? Ja, zo, jongen. Ja, maar... Nou, komt het. Nou gaat die jongen trouwen met de dochter van de baas. Hé, wat zeg je me daarvan? Nou, dat is toch heel mooi? Nou, maar moet kijk, het zijn natuurlijk hele chique lui, hè? Veel haar met een tuin en een tuinman en een dienstmeisje. Zo'n bestuurder, zo'n chauffeur, dat ken je op. En altijd is er wat te doen. Sturen ze van die uitnodigingen en dan komen er allemaal hele interessante mensen over de vloer. Zegt mijn zoon Hans, zegt hij. Pa, als je tijd komt, origineel, het crème de la crème. Ik zeg, lieve jongen. Wat moet ik me daar nou eigenlijk bij voorstellen? Dat heet crème de la crème. Hij zegt, pa, dat zijn zeer interessante mensen. Die heel wat in huis hebben. En nog meer in de kluis hebben. Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel prettig. Maar de moeilijkheid is eerlijk. Je vraagt hem nog uit. Daar pas ik toch niet in. Daar word ik toch niet bij. Is eerlijk, maar dan moet het er komen opdraven. Ze hebben tegen die jongen gezegd, breng die vader een keer zelf mee. Klaar ben ik. He? Wat moet ik nou? Ik begrijp u niet helemaal. Net wat ik zeg, ik pas daar toch niet tussen. Ik kan me niet bewegen tussen al dat crème. Ik weet ook niet of ik me moet gedragen. En dat hebben ze natuurlijk gelijk in de gaten. En voor je het weet staan ze met hun nek naar je toe. Logisch, hè? Dat is logisch, want ik hoor het dan niet. Maar ja, zij liggen er niet van wakker als ik er nooit meer kom. Maar ik raak mijn zoon kwijt, uw vaderboog uit. En als er strakjes kinderen komen, raak ik die ook kwijt, mijn kleinkinderen. Ik raak mijn kleinkinderen kwijt. Onzin. Dat hoeft toch helemaal niet?
Vindt u dat onzin, juffrouw Uitenbogen? Ja, de situatie kan af en toe wat problematisch zijn, maar als iedereen van goede wil is. Ja, goede wil. Ik weet nooit zo goed wat je daarvoor koopt. Maar wat wilt u nou eigenlijk? Waarom komt u uitgerekend naar mij toe? Omdat u een dame bent, juffrouw Uitenbogen. Dat weet ik. Heb ik altijd geweten. Nou, dat is toch bekend aan je kind zien. Je weet het. Zo dat er zo'n persoon voor je staat, dan weet je. Kijk, dat is nou een dame. Meneer Kruif. Nee, spreek u het maar niet tegen, juffrouw. Spreek u het maar niet tegen. En dan spreek u het tegen. Een echte dame beseft toch niet eens dat ze een dame is. En vertelt u me nou eens precies wat u eigenlijk van me wilt, meneer Kruif. Ja, wil u mij wat leren? Ja, u bent toch lerares? Het is toch uw vak om andere mensen wat te leren? Ja. Nou, kan u mij alstublieft leren hoe ik mij moet gedragen? Hoe u zich moet gedragen? Ja. Moet ik u dat leren? Ja. En dan zal ik eens dringend, want ik ben daarvoor vanavond uitgenodigd. Vanavond? Ja. En ik wil toch zo vreselijk graag dat ze daar niet kunnen zeggen. Hé, hey, wie is dat daar? Is die soms met de muziek mee komen lopen? Weet je wel? Ja. Tegenover die jongen. Het is zo belangrijk dat ik een beetje een goede indruk maak. Ja? En u kan mij dat leren, juffrouw Uitenbogen. U, die zelf zo op en top een dame bent. Ja, want dat ben u. Tot in de toppen van je vingers. Vandaag een zeer interessant geval gehad. De vader van een vroegere leerling van me kwam na school naar me toe. Zijn zoon trouwt in een familie die tot de betere kringen behoort. Welgesteld, gecultiveerd en gewend met mensen om te gaan die wat te betekenen hebben. De vader is nu bang dat de familie hem niet zal accepteren. Is zelf een eenvoudige man, staat op de markt en hoort qua taal en gebaar in een heel ander milieu thuis. Hij vraagt of ik hem wil helpen. Ik moet hem wat goede manieren bijbrengen. Wat wil hij nou precies van mij? Hoe noem je dat wat hij van me vraagt? Regels bijbrengen? Dressuur? Doet me een beetje denken aan My Fair Lady. Nou ja. Ik heb hem in ieder geval toegezegd te zullen helpen. En eerlijk gezegd ben ik ook wel een beetje onbehoorlijk nieuwsgierig. Zo, daar ben ik. Ja. Komt het nog gelegen? Ik wil alles voor elkaar? Ja, alles voor elkaar. Ik was op het laatste moment bang dat u zou denken, ja, bekijk het maar. Nee, nee, natuurlijk denk ik dat niet. Nee. Prima. Ja, gewoon doorlopen. Ja hoor. Ja. Hoi. Oh, goeiedag. Was niet misselijk. Zo. Oh, hoort dan wel dat ik een bloemetje heb meegebracht? Is het goed? Ja, ja zeker. Ja, zo hoort het. Heel ja. Fijn. Alleen, u kunt misschien beter het papier eraf halen. Dat staat wat aardiger. Wat? Nee, die is goed, zeg. Koud binnen. Gelijk heb ik wel geleerd. Ja. Papier eraf. Nou, dat is geen probleem, hoor. Ja. Neemt u de tijd, hè? Dat moet allemaal in de grootste rust gebeuren. Oh, ja. Goed. En dan verkrommelt u papier met één hand. Ja. Niet te grote bewegingen, heel discreet. Aha, zo. Ja. En dan wacht u tot iemand het papier van u aanneemt. Oh. Nou, en? Vertel eens. Hoe vindt u deze jovelen ruiken? Oh, dat is werkelijk heel royaal. Ja, die waren kleurenpracht. En de hele handel voor nog geen 12 piek. Oh, wacht even, meneer de Kruif. Nee, over geld wordt niet gepraat. En al helemaal niet als je iemand bloemen aanbiedt. Oh, nee. Nee. Ook niet het adres hoe ik ze goedkoop aan heb kunnen komen. Dat is toch voor ieder mens interessant om te weten. Nee, meneer de Kruif. Nee? Nee, beslist niet. Nee, nee, nee.
Oh, meneer de Kruif, wat een beeldige bloemen. Werkelijk schitterend. Die laten wij even in het water zetten. Zo, ja, zo gaat dat. Oh. En nu de begroeting. De begroeting? Mm-hmm. Maar we hebben elkaar toch uitgebreid gedag gezegd? Ja, ja, u zei, zo, daar ben ik. Fout? Nou, niet direct fout, u bent er natuurlijk inderdaad. Maar u gaat nu eerst de vrouw des huizes begroeten. Oh, wacht even. Hey, ik weet waar je naartoe wil. Bedoelt de handkus, ben ik goed? Ja, ja, ja. Ja, toevallig ken ik die, heb ik gezien op de film. Zo. Dag, mevrouwtje. Niet helemaal goed. Nee, men zoemt niet, men doet alsof. Ja, wat krijgen we nou, wijfie? Men doet alsof men zoemt? Ja, men buigt zich over de hand van de dame, maar men kust niet echt. Waarom niet? Heet er een handkus? Ja, maar dat is om verschillende redenen niet gebruikelijk. Oh. Oh, en niemand voelt zich dan beledigd dat je maar doet alsof? Nee, niemand voelt zich beledigd. Huh. Nou, zo ziet hij maar. Dat ik toch gelijk mooi voor joker gestaan met mijn gesmak. Ja. Kijk, later als u de moeder van uw schoondochter wat beter kent, dan wordt het weer anders. Omhelst u me eens? Omhelzen, wijfie? Mm-hmm. Goed. Okay. Nee, 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 niet zo stevig. Nee, kijk, kom, het gaat meer om de aanduiding van een omhelzing. He, dat heeft niets te maken met heftigheid, ook niet met gevoel. Oh, ook niet met gevoel? Nee, kijk, u moet het zo zien, het is meer een ceremonie. He, het gaat meer om het gebaar. Dus dan doe je zo, hier, en dan daar. Hm? Ik vind het komisch. Onwijs. Nee, ik bedoel toch niet onaardig, maar... Ja, je moet het zo bekijken. Ik zat op de markt en daar zag je elkaar wel even anders goeiedag. En zeg je, hé, ouwe reus, ja, hè, ja. Hoe gaat ie? Dan geef je hem even lekkere porrens en ribben. Oh, juf. Nee, maar alstublieft, Nico. Ik heb je toch geen pijn gedaan? Nee. Oh. Ja, je bedoelt maar dat in de lucht kussen, dat heb ik niet zo geleerd. Maar goed, ik zal dat proberen, juf, eerlijk. Ik zal mijn best doen. Mag ik hem even doen? Ik ga hem met die. Mm-hmm. Goed. Nou, de begroeting hebben we maar gehad. Mm. Hè? Krijgen we dan? Nou, nu zal men u waarschijnlijk een glas in de hand drukken. Oh, dat is beter. Want dan ken ik drinken, hoef u maar niet te leren. Nee, maar vergist u zich niet. Wat, kun je ook nog verkeerd drinken? Ook de begroetingsdronk is een ceremonie. Wacht u maar even. Wat denkt u van een sherrytje? Nou, dat zou ik wel blieven. Kijk, men biedt u geen drankje aan omdat u misschien dorst heeft. Hè? Het is een ritueel. Hartelijk welkom. Ja, volzelfde wijfie. Het is mijn genoegen, verdomd als het niet waar is. Nee, dat laatste kunt u er beter aflaten. Kijk, men neigt even en men drinkt. Hm? En drinkt. Oh. Nee, alsjeblieft, zo niet. Nee, alleen maar even... Hm? Nippen. Even nippen? Ja. Nee, je bent toch niet nippen? Staat voor gek. Nee. Goed, als het moet, zal ik mijn best erop gaan doen. Ga ik het zo even oefenen, dat nippen. Ja, goed. En dan staat u er zo bij met het glas half omhoog. Zo? Ja. Een soort presenterend geweer. Nee. U staat er attent bij en u straalt iets uit. Wat straalt ik uit, juf Uitenbeugheid? Nou, ik ben bereid om over alles en alles te praten. Oh, daar heb je het gedonder. Waar moet ik over praten? Niet over iets wat u interesseert. Ja, maar dat is toch het enige waar ik over praten ken? Helemaal fout. Kijk, u gaat als volgt te werk, hè? U gaat tegenover ze staan, hè? Kijkt ze aan, bescheiden, beetje eerbiedig zelfs, alsof u lang op dit ogenblik heeft gewacht en eindelijk is het dan zover, hè? Het lang verwachte moment is daar dat u eindelijk blijk kan geven van uw
belangstelling en uw bewondering. Ik ken dat toch maar niet zo in het wilde weg op los gaan staan te bewonderen. Ik ken die gasten geen eens. Oh, dat is helemaal niet belangrijk. Kijk, u wil graag een goede indruk maken, hè? En dat wil iedereen. Iedereen wil die avond een geweldige indruk maken. En dat betekent dat iedereen tegen iedereen iets aardigs zegt. Iets aardigs? Ja, iets aardigs. Daar moet u niet te lang over nadenken. Alles wat u invalt is goed, als het maar aardig is. Complimenten dus ergens? Ja, zo voor de vuist weg. Bedoel je dus echt dat wat ik zeg helemaal niet eens waar hoeft te zijn? Oh, nee, alstublieft. Nee, dat zou heel gevaarlijk zijn. Nee, doet u dat vooral niet. Goed, kom in orde. Kom allemaal dik voor elkaar, juf. Maar, mag ik even wat zeggen? Nou? Het lijkt mij wel een slopende business, hè? Ja, wat had u dan gedacht? Ik bedoel, leuk of eens even lachen met elkaar. Dat is er volgens mij niet bij, hè? Nee, maar dan ook helemaal niet. Zo'n bezoek is werk, hè? Zwaar werk soms. Ja. Goed. Zullen we dat gelijk even kunnen oefenen? Ik bedoel, dat ik even naar buiten ga en u dan kom begroeten. Ik bedoel, de aanstaande schoonouders en de hele crème de la crème. Mr. Kruijf. Job. Komt u binnen, meneer de Kruijf? Dank u zeer. Dag, mevrouw. Ja. Mag ik ze vrij wezen? Mm-hmm. Gelote krant. Alsjeblieft, mevrouw. En nog bedankt voor de uitnodiging. Dank u zeer. Gaat u binnen. Dank u zeer, mevrouw. Bedankt. Zo. Kan ik u iets te drinken aanbieden? Hè? Wat mag het zijn? Wat u maar hebt. Ze staat daar nog. Daar, twee glazen. Ah, dank u wel. Zullen wij gelijk maar even nippen? Nee, niet waar. Zeer smakelijk. Zal ik gelijk even een paar van die gasten begroeten? Goedenavond. Heel blij te zien. Buitengewoon blij u, juist u hier te zien, van u, waarvan ik al zoveel gehoord heb. Zeer veel. Dank u, vriendelijk. Ah, de Kruijf, dank u zeer van de groenten. Wat? Nee, maar dat is heel interessant wat u meent. Nou, je vertelt zo, heb ik daar nog nooit over horen spreken, zo intelligent. Wat? Oh, hey, de eer is geheel mijn. Maar ik ken u natuurlijk van naam, al jaren. Ah. Pardon. Dag mevrouw, wat een vreugde om u hier te mogen ontmoeten. Nee. Nee? Nee, dat kan toch niet, dat gaat toch niet. U lijkt wel een dooie, helemaal zonder leven. Ja, maar wat doe ik dan nou weer verkeerd? Nee, u doet helemaal niets verkeerd, dat is het hem juist. Laat me nou eens nadenken. Dat was een moment dat het heel goed ging. Het was helemaal uzelf, helemaal ontspannen. Ja, dat was toen u zei van... Die klote krant.
Ja, maar wijfie, bedoel je, juf uit de beugelheid, dat denk ik niet. Luister u eens. Ja? U gaat naar die mensen toe en u doet precies waar u zin in hebt. En dan zegt u maar net wat u wilt. Oh. Ja. Ja, kijk, ergens doe ik dat natuurlijk veel en veel liever. Ik heb die man een verschrikkelijk slechte raad gegeven. Straks is het mijn schuld als hij doodongelukkig wordt. Wat zal ik doen? Hij heeft me het nummer van die mensen gegeven. Zal ik bellen? Ik kan hem toch aan de telefoon vragen en dan kan hij me zeggen hoe het gegaan is. Goedenavond. U spreekt met mevrouw Uitenboogaard. U heeft vanavond een ontvangst, meen ik? Ja. Zou ik een van uw gasten kunnen spreken, de heer De Kruif? Wat zegt u? Oh. En waar? Juist. Dank u wel. Goedenavond. Zeg je er wat? Ja, de vrouw des huizes heb ik ook zo smakkerd gegeven. Ja? En de man heb ik een peutische ribben gegeven, zo weet je nog. Ja. Oude reus heb ik gezegd. Mooi dat we binnenkort familie zijn. Behalve mijn zoon heb ik je niet veel te bieden, maar groenten en fruit. Kun je bij mij met korting kopen? Oh, nee. Waar? Bastiaan? Ga je lekker, kerel? Bastiaan, ja, de naam alleen al, hè, gezellig. Nou, toen heb ik de hele reut in mijn tijd bij je naartoe genomen. En een lol was ze hebben. Wat zeg je ervan? Over, een biertje graag. En een jongen. Hiermee nemen we voorlopig weer afscheid van Kees Brussen en mensen zoals jij en ik. Maar nog niet van de auteur Herbert Reinecker. Van zijn hand is namelijk ook de nieuwe serie Vrouwen, die de AVRO vanaf vrijdag 25 januari op de buis brengt.